Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe video van wat als ... niks had verkocht. Vorige keer namen we een kijkje aan Feyenoord, de huidige landskampioen. Nu nemen we een kijkje bij PSV, we zijn Philip Cocu. En ja, Ajax komt nog wel, maar zo ziet ons team er op het moment uit. En jeetje, wat een transformatie is dat. Op de verdediging na dan, en de keeper is ook hetzelfde. Maar na van linksbuiten Depay, Mertens en Robben zijn degene in de aanval. Dan hebben we Wijnaldum, Stroopman, Guardado. Ik zal het even openen. Trouwens, ik zit nu te wijzen met mijn vinger als een of andere debiel. Maar we hebben dus Depay in het midden. Mertens in het centrum. Robben rechts natuurlijk. Robben konden we niet vergeten. Wijnaldum, Strootman en Guardado op het middenveld. Verdediging Willems, Moreno, Zoet, Bruma en Arias. En dan in de wissels hebben we Locadia, Lens, Farfan, Affelay, Prupper, Marcelo en Gomez. Ik vind eigenlijk Gomez een betere doelman dan Zoet. Maar hey, ik ga op de algemeen van FIFA af. Die komen in de basis, degene die het hoogste hebben. Vandaar. En ja, we hebben nog een dikke reservebank ook met Kone. We hebben Amrabat. We hebben Pieters, Narsing. We hebben gebroeders De Jong natuurlijk. Dus ja, we komen er wel wat dat betreft. We hebben een hele brede selectie. Toivonen is ook terug. We hebben Europees voetbal. Een behoorlijk zware loting ook. Jullie kunnen dat zaak wel zien op de kalender. Want we gaan natuurlijk simuleren naar januari. En dan zie je daar de tegenstanders. Daar komen ze aan. Bayern München, Atletico Madrid en Club Brugge. Nou, Club Brugge moeten we aan kunnen. Die andere twee zijn best zwaar. Ik ben benieuwd hoe ze het ervan af gaan brengen. Wij gaan simuleren naar januari. Alright, daar zijn we dan aangekomen in januari. En we gaan eens kijken wat dit PSV heeft geflikt. We gaan allereerst gewoon even uit het... Oh, ik heb een rating van 68. En we staan gelijk met... Wat? Heerenveen. SC Heerenveen staat gelijk met ons op de tweede plek. Wat is dit? Ajax derde, 34 punten. Feyenoord vijfde met 28 punten. Dus 11 punten achterstand. En AZ met 33 punten. Die Willem 2 ook op de zesde. Wat is dit? Dit is een beetje een aparte tussenstand. Dat had ik niet verwacht. Goed, we gaan nou even de topscores kijken. Hey, Depay is wel bezig. Larsson is voor Heerenveen erop los aan het schieten, zo te zien. 13 doelpunten. Kone heeft ook een paar keer gescoord. Staat er nog meer tussen van ons? Nee. Alleen maar Depay en Kone. Dan hebben we... Oh, dat is de oranje beker. Dan hebben we de assists. Gaan we eens even kijken. Depay ook voor ons met de meeste assists. 4, Strootman 3. Hebben we er nog één? Ja, Kone met 2. Kone maakt speeltijd. Kijk eens aan. Dan hebben we Jurjus voor PSV met 0 tegendoelpunten. Er is iets gebeurd qua blessures. Dat kan niet anders. We gaan de basis eens even checken. Want er is iets raars aan de hand. Zoet staat er gewoon in. Arias is geblesseerd. Dat is... Oké. Ah, fuck it. Ik laat de opstelling verder over aan het ding. Ik heb zo te zien niet echt een goede rechtsback verder. Dus hey, zitten beneden verwachtingen. Maar als we nou de kalender gaan checken. Hoe zijn de laatste prestaties? Gaan we naar december. Gaan we Europees en beker kijken. Dit is een verloren wedstrijd thuis tegen Heracles met 1-0. Winst in de beker tegen AZ met 3-2. Rode JC gelijk. Het zijn niet denderende resultaten. Winst 2-1 van Brugge. Dat moeten we zien. 1-0 van Utrecht. Hebben we nog meer Europees. Verloren van 2-1 van Bayern. Dat is geen schande. 1-0 van Heerenveen. Winst op Feyenoord. Gelijk tegen AZ. Gelijk tegen Atletico Madrid. Dat is ook netjes. Dan hebben we Ajax uit verloren. Wat was het eigenlijk? Dit was... Oh, dat kunnen we niet zien. Uit of thuis. Fuck it. Maakt niet uit. Dit was dus winst tegen Brugge. En nu het op de andere. Verloren 4-1 en verloren 3-0. Dat ziet er ook niet al te best uit. Goed. We gaan eigenlijk... Oh, ik ben gewoon terug naar hier gegaan. Ik moet op de kalender blijven. We gaan naar de laatste drie wedstrijden. We zitten nog wel Europees in het gevecht, zo te zien. Europa League nu. Oké, eens kijken hoe ver ze daar gaan komen. Die loting is niet al te zwaar. Heracles is de laatste tegenstander. Drie wedstrijden ervoor is Roda JC. Daar gaan we stoppen. En dan gaan we kijken hoe ver we het hebben geschopt in de Eredivisie en Beker en Europees.
Oké, we zijn er aangekomen. De laatste paar wedstrijden, zoals je ziet, we zitten Europees nog mee. We hebben wel de eerste wedstrijd verloren tegen Sassuolo. Maar we hebben nog een wedstrijd te gaan in de Europa League. We hebben onder andere Spartak eruit geknikkerd en Hertha BSC. Dus op zich doen we daarbij netjes. Dan gaan we eens even kijken wat de laatste resultaten zijn in de Eredivisie. Dat is een winst 3-1 op Vitesse. Winst 2-1 op Twente. Twee winst ook wel 1-0, maar gelijk tegen Excelsior. Winst 3-1 op Ajax. Feyenoord verloren 2-0 en winst 2-1 op AZ. En dan zien we nog gelijkspel tegen Go Ahead. 5-0 winst op Sparta. 2-0 op Heerenveen. En de beker hebben we verloren van NEC. Goed, gaan we naar het centrum. Dan zien we dat we wel eerste staan nu. 5 punten verschil. We staan niet eerst in de topscorers. Dat is Larsson nog steeds. Elia met 15 punten op de tweede plek. Gedeeltelijk met Depay en Younes. Dan Haller. Voor de rest zie ik niet echt iets van staan. Robben heeft er 8 in liggen nu. De Jong 7. Gaan we kijken naar de assists. Younes op 1. En wij staan helemaal 11e. Depay met 5. 0 tegendoelpunten. Zoet staat er nu tussen de top 5. Met 7 keer 0 tegendoelpunten. Nou, de gele en rode kaarten maken niet uit. Gaan we even andere dingetjes checken. In de oranje beker is het topscorer Ziyech met 3. Depay heeft er 2 en we liggen er al uit. Dus dat is wel balen. Maar dan hebben we nog assist natuurlijk. Stroopman heeft er eentje. En we gaan eigenlijk even kijken bij de Europa League waar we ook in zitten. Wie is hier de topscorer? Staan we erbij? Nee. Hebben we een assister? Ja, De Jong. 3 assists. Oké, dat doet hij netjes. Dat doet hij netjes. Gaan we even kijken hoe onze opstelling eigenlijk is geworden. Want hoe komen De Jong en zo aan speeltijd? Ik vraag het me soms wel af. We hebben hier Locadia Lens van blablabla. En dan, oké. Gebroeders De Jong zitten gewoon nog hier. Toch spelen ze. Waarschijnlijk blessures en shizzle. Maar dan zijn er nog best veel aan speeltijd gekomen. Ook, dan ga ik nog even snelle selectieverslag doen. Ook altijd interessant om de groeien te zien. Zoet plus 1, Gomez min 2. Gaan we even kijken. Plus 2, plus 1, min 1. Plus 1, plus 1. Oh, Bruma heeft ook plus 1. Oké, lekker. Had ik niet verwacht eigenlijk. Ik weet niet waarom. Dan even kijken. Plus 2 is een goede groei. Willems plus 2 is ook netjes plus 1. Hendricks plus 2, Robben min 1. Jammer. Maar hij is al wel 33. Dus was te verwachten. Lens niks. Farfan min 1. Amrabat min 1. Strootman niks. Ik had gehoopt dat hij nog groeide. Of dat hij zou gaan groeien. Guardado niks. Wijnaldum plus 1. Oké, dat is netjes. Prupper, ook is hij in slechte vorm, plus 1. Dan Van Ginkel plus 2. Depay plus 1 is ook netjes. Afellay min 1, nu al. Hij is ook wel 31. Is hij al zo oud, ja? Had ik niet verwacht. Wat gaat de tijd toch snel, denk ik dan. Maher plus 2 op huurbasis. En even kijken. Locadia plus 2 is ook netjes. Kone min 1 en Mertens ook al min 1. Dan Bergwijn plus 2. Oké. Nou, kampioenschap gaan we denk ik wel halen. We staan namelijk al 4, 5 punten los. Met nog 3 wedstrijden te gaan. Eentje winnen. Is volgens mij dan al genoeg. 2 is eigenlijk winnen, dan is het genoeg. Maar ik ga ook niet verwachten dat ze hier iets van verliezen van deze tegenstanders. Roda JC. En nog een Europese wedstrijd hier. Ik ben eigenlijk benieuwd of ze nog verder gaan komen. We gaan even live meekijken. Ze hebben dus een wedstrijd gespeeld. Dan komt daar Utrecht aan. En dan gaan we op de volgende pagina zien. Hebben ze nog wat Europees te vechten of is het over? We gaan het zien, het is over. We liggen eruit. Nou, simuleer dan maar direct alles. Mijn haar ziet er niet uit, ik weet het. Daarom heb ik een pad op. goed, daar is Heracles. Oh, ik simuleer even een dagje extra. En Kachuk. Oké, dan hebben we hier winst 2-0. Dat is een goed teken. Als dus Utrecht ook hebben gewonnen, zijn we kampioen. Verloren, oh. En winst 5-0. Oké, kijk. Nou staat het goed. Nou, we zijn dus tot de, wat was het, kwartfinale gekomen van de Europa League. Zag ik dat goed? Ja, kwartfinale Europa League. En Eredivisie kampioen.
Met uiteindelijk is Younes de topscorer geworden nog van de Eredivisie. Waar is Larsson heen gevallen dan? Die is naar vierde plek. De Pai heeft ook niet geweten bij te scoren. Nou. Op zich een oké seizoen. Ver komen in de Europa League. En kampioen. Had toch wel iets beter verwacht. I don't know. Met deze selectie. Heb ik maar een rating van 55. Maar kampioen en ver in de Europa League is best netjes voor een Eredivisie team. Ook al hebben ze behoorlijk wat sterspelers nu. Dit was het in ieder geval nu. Volgende aflevering komt Ajax. Dat weet ik al zeker. En daarna laat ik dus nog teams achter in de reacties van wat jullie graag zouden willen zien. Hoeven niet per se alleen Eredivisie teams te zijn. Mag ook buitenlandse teams zijn. Een Lyon, wat voorheen veel beter was in Frankrijk dan nu. Al doet Lyon het nog op zich wel netjes. Maar ze hebben ook betere tijden gekend. Dat weet iedereen. Ik ga geen voetballes geven. Geen idee wat voor een beweging. Maar ik kan ook Dortmund doen. Lewandowski en zo terughalen. Hel, oude spelers van Barca, Chelsea, Arsenal. En ik ben te enthousiast aan het worden. We kunnen in ieder geval van alles doen. Dus laat jullie suggesties achter in de reacties. Ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken en al jullie support. En ik check jullie bij de volgende video. En dan gaan we Ajax doen. Tot dan. Laters.